Even een demo in verband met gebruik van Nemesis. Dus ik heb de files van Nemesis gedownload, want je kunt die niet vanuit de Packet Manager installeren. Ik heb de twee bestanden, dus de libnet en de Nemesis. Dus als ik een sudo dpkg-i libnet en de Nemesis doe, dan installeert hem die. Voilà. Vanaf nu kan ik dus gewoon Nemesis gebruiken hier. Nemesis. Voilà. Dus dat geeft de verschillende protocollen. Ik ga een voorbeeldje geven van het gebruik van Nemesis om DNS-pakketjes te maken. Maar wat ik daar eerst voor nodig heb, is ik wil dat graag sniffen, die pakketten. Dus dat ga ik hierop zetten. Om te sniffen ga ik nakijken welke adressen dat ik eigenlijk heb. En ik heb er hier verschillende op staan. Dus even IP-adres opvragen. En dan zie je hier bijvoorbeeld de 10.2.0215. Dat is de NAT-kaart, want ik ben virtueel bezig. En dus hier zie je nog een host-only. Het is die NAT-kaart dat ik hier wil gaan sniffen. Dus dat is op deze interface. Dus ik ga die naam even kopiëren. Dus als ik die wil gaan sniffen, kan ik dat met tcpdump. Tcpdump als root, sudo tcpdump. En ik pak de interface die dat ik net gevonden heb. Ik neem ook de optie min n. Dan gaat hem geen namen omzetten. Bijvoorbeeld in plaats van port 80 gaat hem dan HTTP. Dat wil ik niet. Ik wil gewoon de nummertjes zien. Hè. Dus voilà, als ik dit doe, dan gaat hem beginnen luisteren op de interface naar internet. Want ik weet, als ik hier bijvoorbeeld nslookup ga doen, dat hem dus die pakketten gaat sniffen. Dus ik zoek gewoon kdg.be met nslookup. En je ziet hier dat hij dat pakket al ontvangen heeft. Merk op, als je andere dingen aan het doen zou zijn, ARP is normaal, dan gaat hem ook het MAC-adres opvragen. Maar als je andere dingen doet, zoals surfen hier of browser openstaan, dan komt dat er ook allemaal tussen. Dus probeer een beetje weinig applicaties te houden en dan lukt dat wel. Wat zie je nu? Dat eigenlijk, hij gebruikt hier mijn eigen poort nummer 15 en hij gaat naar de 3.53. Dat is eigenlijk via mijn host gaat hij naar buiten, via een 3, en hij kiest daarvoor poort 53 hè, om een adres op te vragen. Ik kan even stoppen dat hij niet blijft loggen. Als ik nu mijn settings verander van mijn name resolve. En ik ga bijvoorbeeld zeggen, gebruikt niet uw lokale DNS, want hij gaat eigenlijk bij zo'n soort lokale DNS horen. Maar pakt dus gewoon die van Google rechtstreeks om iets aan te vragen. Dan vul ik hier gewoon als name server, deze heeft vul ik 8888 van Google in bijvoorbeeld, ik bewaar dat. En vanaf nu, als ik nu, ik ga dat terug eens een keer loggen, en als ik nu hetzelfde ga doen, een nslookup, dan gaat hem die bij Google gaan vragen. Dus dat kun je hier zien. Je ziet dat in 888 heeft dat van mij gestuurd naar in 888 poort 53. Hij vraagt waar is kdg.be. En je ziet dan ook dat van in 888 een antwoord terugkomt waarmee dat het IP-adres van de server van kdg.be wordt gegeven. Wat dat we nu eigenlijk gaan doen is dat loggen. Hè, dus ik ga die even clear. Ik ga die loggen. En ik ga zelf dat een beetje faken. Hè, dus ik ga nu dat met de Nemesis doen, want ik heb die. Hè. Standaard gaat zou dat ook met sudo, en dan zit hem niks op de kabel. Nemesis DNS ga ik doen. Poef, en hij stuurt er eentje, maar hij vult random adressen in. Hij gaat er ook wel een echte steken en hij gaat ook wel iets aan Google vragen, precies. Maar hij weet niet zo goed wat hij moet doen. Ik wil dus eigenlijk specifieker dat gaan nabouwen. Hè. En hoe kan je dat doen met Nemesis? Ik zal mijn sudo voorzetten. Nemesis DNS en ik ga daar een help bij vragen. En dan ga je zien dat hem, als je een beetje naar boven scrollt ook, shift page up is dat hier denk ik, dan kan je verschillende opties meegeven, zoals de source port, destination port is port min i, daar kan ik meer opties meegeven. En dat kan bijvoorbeeld zijn, als ik hetzelfde ga doen, Nemesis DNS, en ik ga bijvoorbeeld dat source adres wil ik die een 10.0.2.15. Ik ga het een beetje namaken. Hè. En de destination is de 8888 van Google.
8 van Google. En ik ga ook Destination Port invullen. Dat is port 53, ga ik die raadplegen. Nu, ik denk niet dat het zo mooi gemaakt is om dan ook ineens iets in te vullen. Maar dat is dan basis eigenlijk van wat ik ga doen. Ik moest hem nog loggen. Voilà. En dan kan ik hem pakket gaan sturen. En zo kan je eigenlijk bijna het pakket dat hem eigenlijk al hiervoor heeft verstuurd, van een echte NSLookup, kan je gaan nabouwen door dat eigenlijk te versturen naar Google. Hè. Maar ik denk, dus het is geen mooi pakket hoor, want het is een beetje poef, ik ga ook eens, dat is mijn Ubuntu naar buiten gaan. Het is niet zo'n mooi pakket, want het geeft malformed of zoiets naar het echt. Dus daarmee komt er ook geen antwoord van Google toe. Maar dat is het principe eigenlijk dat je gaat loggen. Hè. Hetzelfde kan je met Wireshark, als je sudo apt, als je graag dat maar meer grafisch, install Wireshark gaat doen. Shark, poef. Ja, dan gaat hem, dat is oké. Ik heb dat al geïnstalleerd. Je start dat op als root, omdat die moet gaan sniffen. Sudo Wireshark. Ik geef M%, gaat die in echte, want dan gaat mijn dingen gebruikt worden. Voilà, die gaat ineens, die kun je ook laten sniffen op alle interfaces. Hij gaat hier al ineens alle interfaces kunnen sniffen. Die een ANP03S3, dat is eigenlijk degene dat ik moest hebben. Hè. Als ik die ga opzetten, de sniffer hier, dan zul je zien, hè, als ik hier mijn pakketje ga versturen, poef, dan zie je die hier al inkomen. Die gaat een Destination IP protocol DNS gaat hem geven. Wat ik hier meestal nog toevoeg, als je hier rechtermuis doet zien Wireshark doet, kun je ook de kolommen kiezen. Kolom preferences. En ik heb daar, je kunt er hier toevoegen van onder. Dus je kunt extra kolommetjes toevoegen. Ik ga even terug verwijderen. En je moet dat maar zien. Je kunt bijvoorbeeld hier de source port en destination port heb ik hier bijgezet. En dat kun je hier kiezen. Dus is zo'n soort drop-down. Hè. Dan kun je kiezen wat hem juist allemaal gaat. Unresolved gaat gewoon de nummer weergeven. Anders gaat hem DNS of zo invullen. En zo kun je verschillende velden eigenlijk extra meergeven. En de poorten vind ik wel interessant om hier eigenlijk bij te hebben. Hè. Dus dan zie je hier de source port 21307. Heeft hem gebruikt om een DNS te sturen. Ik zal nog eens gewoon een NS lookup doen. Dan kan ik die ook ineens vergelijken. Hij is nu toch aan het sniffen. Nee, poef. En hij gaat al direct naar buiten. Zie, hij stuurt een query naar buiten. En maar hij stuurt er twee buiten. Ten is een IP. Ik ga even hem stoppen. De IP, de gewone A, dat is een query met IP versie 4. En hij stuurt ook een query met IP versie 6. Een AAAA is dat. En hij krijgt er elke keer antwoord op. Zie je, van welk IP-adres dat hem eigenlijk heeft. Hè. Ja, die ARP zullen we altijd krijgen. Hè. Dus voor ARP wordt gebruikt voor een IP-adres en een MAC-adres te koppelen. Als een adressen niet weet, dan gaat hem dat eerst vragen van wie heeft er, kun je mij het MAC-adres geven enzovoort. Hè. Dus dat is eigenlijk de manier waarop dat je je Nemesis kunt gebruiken, hè, om verschillende pakketten te gaan versturen. Belangrijk daarbij is dus dat je de juiste poort ook kiest om op te gaan sniffen. Hè. Als ik nu dus in dit systeem bijvoorbeeld hiernaast een webserver heb staan, dan moet ik eens kijken. Hè, ook een virtuele bijvoorbeeld, dan ga ik kijken naar mijn host-only adres. Hè. Dan ga ik bijvoorbeeld, hier dat is mijn host-only adres, dat is hier nu de 99 dat ik gebruik. Hè, dus misschien is mijn webserver dan de 109. Dan ga ik deze interface gaan sniffen. En dan gaat, als ik bijvoorbeeld van de webrequest naar die server wil gaan doen, hè, dus dan kan ik dat met de TCP dump min i, de interface, dan gaat hem de naburige, dan gaat hem die interface gaan sniffen naar zijn buur, hè, dan kan hem die gaan gebruiken. Dus zo kun je eigenlijk je tools gaan gebruiken om die Nemesis te gaan bekijken. En zo kun je bij Nemesis eigenlijk de pakketjes een beetje gaan namaken. Hetzelfde trouwens bij Scapy, als je zelf pakketjes maakt, kun je dat ook op die manier gaan nakijken hoe dat je pakketjes er eigenlijk uitzien.